Vlaanderen. Een lap grond van nog geen 14.000 vierkante kilometer waar we met z'n 6,5 miljoen leven. Ik wil weten wat er zich hier voor ons door de eeuwen heen heeft afgespeeld. Wie waren de mensen die hier voor ons rondliepen? En hoe zag hun leven eruit? Wat waren onze hoogtepunten? Ambiorix, op de wezen, de Romeinen te verslagen waren. En wat onze dieptepunten? Buiten de stadsmuren liggen 11.000 mensen in een massagraf. Het is een verhaal van gewone mensen en illustere figuren die onze geschiedenis ingrijpend bepaald hebben. In de 19e eeuw, als vrouwen politiek actief zijn, was ze heel uitzonderlijk. Het wordt een ontdekkingstocht als geen ander. Op zoek naar de puzzelstukjes van ons verre verleden. Dit is het verhaal van Vlaanderen. Stream het verhaal van Vlaanderen op NPO+.